Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en wij zijn nu onderweg op de scooter naar een ontbijtentje. We gaan weer naar dezelfde als gisteren bij Rimba en daarna gaan we door naar de watertempel. Volgens mij is het Tirtha Ganga. En die zit hier ongeveer een half uur rijden vandaan, denk ik. Dat is de planning vandaag. En als goed is ook nog naar een uitzichtpunt voor de vulkaan. Maar de vulkaan is op dit moment niet te zien door de wolk. Dus dat moeten we even kijken. Maar dat zit daar in de buurt, dus dat kunnen we altijd doen. Besluiten of we dat wel of niet gaan doen. En Armelletje zit hier achter ons. Dus we gaan eerst even registreren en dan doorrijden naar de watertempel. Het is trouwens al bijna 12 uur, dus het is niet echt meer nog bij. Echt jammer dat we hier vandaag eigenlijk voor het laatst zitten, want morgenochtend gaan we hier alweer weg. Ik ben echt sad. Ik had hier echt al langer willen zitten eigenlijk. Maar goed, we gaan ook weer naar een ander heerlijk plekje. We hebben eindelijk bedacht wat we gaan doen. Eigenlijk zou Armel naar Ubud gaan en wij hadden dan 3 nachten, ja, ergens waar we nog niet wisten. En daarna zouden we naar Nusa Lemongan gaan, maar we hebben besloten om eerder te gaan. Dus we gaan nu gewoon bijna een hele week of een hele week. Ja, 7 nachten gaan we op Nusa Lemongan zitten. Dus ik ben een gelukkig mens. Dat was mijn favoriete plek hier. En als het goed is daar ook vaak mooier weer dan hier. Al hebben we prima weer, maar het regent nu dus wel af en toe. Dus ja, ik ben een gelukkig mens. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zijn wakker geworden in onze villa voor het laatst. We moeten om 10:30 al weg. En het is nu bijna 9:30. Dus ik ga hem eventjes klaarmaken. Net ontbijt besteld en het wordt gewoon hier bij de villa gebracht. En dan is het tijd om te gaan naar de Nusa Lemongan. Nou, we krijgen een waardig afscheid. Het komt met bakken uit de hemel. Niet normaal, maar we hebben wel hier lekker een ontbijtje gekregen. Er komt nog iets aan, maar deze pancakes zien er fantastisch uit. Ik heb net banaan. Dan heeft smoothie bowl en Armel heeft dan ook deze pancakes met ananas en die komen er ook nog aan. En lekker fruitjes. Helemaal heerlijk. We zijn aangekomen op het prachtige Nusa Lemongan. Kijk nou.
zijn gewoon weer bij Blauwbaken in Witzand. En we blijven hier 7 nachten. Dus gewoon een hele week. Super chill. En de zon schijnt ook gewoon weer. Het is een cadeautje. We hebben net even snel geluncht, want we hadden super veel honger. En we staan nu bij Spring Spa. Dat is nieuw op Le Mogon, als het goed is. En kijk wat een prachtig uitzicht je hier hebt. Vanuit de spa. Ik zal even de spa laten zien aan de andere kant. Kijk, hier sta ik dus nu gewoon in. Amelletjes even aan betalen. En hier nog een gedeelte. En dan heb je dus gewoon super mooi uitzicht. Echt fantastisch. En we begonnen echt net keihard te hozen. Dus we gingen even snel schuilen. En toen het nog maar een beetje regende, zijn we doorgereden. Maar ja, we zijn alsnog wel goed nat geworden. Inmiddels zijn we alweer een paar uur op de kamer en heeft het non-stop geregend. Het is inmiddels ook al echt, hoe laat is het? 8 uur of zo? Kwart over 8. En we hebben nog niet avond gegeten, maar we hadden ook laat geluncht. Dus dat is op zich ook niet zo erg. Maar we hadden gehoopt dat het zou stoppen met regenen en dat is niet. Dus nu wordt het gewoon poncho aan en alsnog gaan. Mijn haar zou helemaal ontploffen van die regen. Ziet er echt niet uit. Dus we gaan een restaurantje opzoeken en dineren. Oké, dit is wel echt heel schattig. We hebben een nieuwe hond. De hond die Armel net ijs had gegeven, is meegesprongen op de scooter. En mee naar ons op blijven gaan. Ja, hij is echt keihard. Ik denk dat hij erop wil liggen. Ja. Je mag van mij echt hier blijven hoor. De hele week. Ik heb het hele kussel. Nee. Ja, ja. Er zit ook een camera daar. Zoals het die vast dan hebben ze het opgezien. Ja. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben een beetje overbelicht. Ik stap even een stukje naar achter, want ik lijk wel een spook. Wij zijn echt super vroeg wakker geworden om 7:15, omdat we hier vogels in het dak hebben. Perfect. Slaap hier 7 nachten, dus ik hoop wel dat het minder wordt. En anders misschien even om een ander huisje vragen of zo, want dit was wel echt heftig. En Armel gaf aan dat ze het als goeds niet had. Dus ja, ik hoop dat het beter wordt. Maar goed, ik had gisteren natuurlijk een stukje gefilmd van een hond die mee was gekomen met ons naar ons verblijf. En het was echt super zielig, want we hadden dus een ijsje gehaald. En Armel vond haar ijsje niet zo lekker. En dat was dus een heel lief hondje. En toen heeft ze dat hele ijsje aan dat hondje gegeven. En die likte hem echt heel schattig op. En uiteindelijk gingen we dus weg met de scooter. En toen sprong die hond voorop bij Dan op de scooter. Nou, dat hebben we wel eens vaker gehad. Maar we konden deze gewoon niet laten. Hij was helemaal nat geregend. En toen dacht ik, nou, dan kan hij in ieder geval bij ons onder het afdakje liggen. Maar goed, ja. Hij heeft wel eventjes een uur, denk ik, op die stoel gelegen. En uiteindelijk hoorde ik hem daarvan afspringen. En toen we vanmorgen wakker waren, ja, was hij er niet meer. Dus misschien komt hij nog terug. Maar we hebben hem in ieder geval geprobeerd een soort van onderdak te geven. Maar we mogen hier dus geen huisdieren. Dus we konden hem ook niet naar binnen laten in ons huisje. Want dan worden wij er straks uitgestuurd. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ja, echt heel zielig. We hadden hem al bijna helemaal een naam gegeven en wilden hem meenemen. Maar we gingen opzoeken en dat is gewoon heel moeilijk en heel duur. En ja, gewoon heel veel gezeur. Dan moet je ook nog een baasje vinden natuurlijk. Maar goed, het regent niet meer. Het ziet er best wel mooi uit. Dus Dan en ik gaan even naar het strand rijden om te ontbijten. En Armel is een uur geleden al weggegaan, want die had een afspraak bij de spa. Om lekker de voeten te laten doen en een gezichtsbehandeling. En ze ging daarvoor ook ontbijten. Dus wij gaan nu even met z'n tweeën ontbijten op het strand. We zijn op het strand en het is super rustig hier. Alleen wat spelende kindjes. En we gaan nu lopen naar de lunch- of ontbijtplek eigenlijk. Dit is de plek waar we gaan ontbijten. Het is Tiger Lily's Beach Shack. En als het goed is, moet dit heel lekker zijn. Het ziet er echt super cute uit. En er is helemaal niemand. We hebben heerlijk een hamkaastosti met gekarameliseerde ui. En we hebben stukjes French toast met fruit en wit chocolademousse. Het is gewoon nog steeds mooi weer en het is inmiddels al 3 uur en we zijn na het ontbijt teruggereden en heerlijk in de zon gaan liggen. Tenminste ik, Dennis lekker in de schaduw gaan liggen en Armel en ik zijn de zon in gaan liggen. En daarna ook gezwommen, want het was echt bloedheet in de zon. Maar ik dacht, ik laat nog eventjes het plekje zien waar we zitten. In ieder geval de buitenkant en dan laat ik straks of later de kamer zien. We zitten hier toch lang genoeg. Dit is ons huisje en dit zijn dus van die zonneschermen. En dan heb je hier een... ja, balkonnetje met hier een zitje waar nu een handdoek overheen ligt en een wasrek. En dit is de tuin. In dit huisje zit Armel naast ons.
En daar is het zwembad. En ik vind het echt heel schattig met van die ja, loopstenen paadjes. En aan deze kant zit een picknicktafel. Ja, en het is gewoon heel groen met heel veel planten. Volgens mij zijn het 8 of 9 huisjes. En dan is hier het zwembad. En dan hebben we hier gewoon lekker lichtbedjes. Aan die kant ook. En daar zit nog zo'n wat groter rond lichtbedje. Ook heel leuk. En het is gewoon echt fantastisch weer. Blauwe lucht. Helemaal top. Aan lunchen bij dit tentje. Dit Horizon Hills volgens mij. En kijk hoe prachtig uitzicht je hebt hier. Echt heel mooi. Dit ziet er lekker uit. Oh, de saus apart. Wat was dit ook weer? Manchuan. Kip in zoetzure saus, denk ik. Ja. Goeie jong hai. En rendang. Dat ziet er ook heel lekker uit. Ja. Nou. We zijn naar Blue Lagoon gereden. De Blue Lagoon zit hier achter. Nu zijn we even een stukje verder. Hier staan vissers. En ik ben heel benieuwd wat je hier vangt. Want het is hier heel wild. Dus het lijkt me niet dat je echt iets vangt hier. Maar goed, ze zullen het wel weten. Echt super mooi. En we lopen nu nog even langs de prachtige Blue Lagoon. Het water is hier echt zo blauw. En daar aan de overkant, ik weet niet of ik dat misschien al een paar maanden geleden in de vlog zeg, maar daar zit dus nu een soort ja, poolclub met uitzicht op dit. Lijkt me ook wel echt fantastisch. Wij hebben een pizza voor avondeten. En ze hebben een heel schattig plekje met uitzicht op Senigang. En je ziet allemaal leuke lichtjes. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn op de scooter onderweg naar een ontbijttentje om lekker ontbijt te halen. Het is wel wat later, volgens mij is het al 11 uur of zo. Maar we zijn gewoon lekker rustig opgestaan vanmorgen. We hebben een wasje gedaan, want de zon schijnt weer. En ja, nu lekker onderweg naar ontbijt. We zijn naar Beachcafé Het Lago gereden en dit is dus een heel schattig beachtentje. En daar aan die kant, daar zit dus een soort van plateau en daar gaan we nu heen. Dit bootje die hier aankomt, komt ons ophalen en dan kan je lekker de hele dag chillen. En als het goed is ook een beetje snorkelen eromheen. Nou, het was een flop. Je kon letterlijk alleen maar alcohol bestellen. En sparkling water en een cola of een Sprite. Nou, ik lust dat allemaal niet. En de rest was het ook niet echt geslaagd. Dus we zijn weggegaan en we zijn nu onderweg naar Tiger Lily's Beach Shack. Waar we gisterochtend gingen ontbijten. En daar kan je ook lekker liggen. Heb je lekker eten, lekker drinken. Dus we gaan daar chillen. Zijn we alweer een tijdje terug en heb ik heerlijk mijn haren weer gewassen. Heb ik weer Echte Meisjes in de Jungle gekeken en Prince Charming, want ik liep een beetje achter. En nu gaan we een toetje eten, want we hadden nog pizza over van gisteren. Dus dat hebben we allemaal opgegeten. Dus we hebben niet echt per se meer honger voor avondeten. Maar wel zin in een toetje of een ijsje. Dus we gaan nu naar een tentje om dat te halen. Hey, vandaag is het maandag. En wij zitten lekker bij een tentje. Welkom bij de vlog. Morning, het is inmiddels al dinsdagochtend. En dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Want ik wilde natuurlijk een beetje halve week vlogjes maken. Jullie hebben nog gisteren een warm welkom van Armel gehad. Wel was het aan het einde van de vlog, maar goed, dan weten jullie dat. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren, dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik je weer bij de volgende. Doei doei!